carnaval, het feest van de zotheid. Van hossen en zingen tot je schor wordt. Een volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Deze winter is alles anders dan anders. Maar al zal het stiller zijn, het carnavalshart blijft kloppen. Dit is de familie Loeven uit Schaik. Alle vijf spelen ze tijdens carnaval in hun eigen dweilorkest van Varen of Blaaskapel. Een familie met een groot carnavalshart. Carnaval is het feest van het jaar. Het verbroederingsfeest doen we met z'n allen, maken we met z'n allen en vieren we met z'n allen. Het kriebelt al vanaf 11-11 bal. Dan begint die adrenaline al door je aderen te lopen. Daar leven we echt naartoe. Gaan we de jaar missen. Carnaval hoort erbij. Hoort bij het leven. Peter en Lisette hebben een loonbedrijf en alle drie de kinderen werken mee. Hun grote schuren komen voor de voorbereiding van het carnaval goed van pas in Schaik. Deze schuur die ruimen wij leeg voor de carnavalsgroepen, dat ze hier de praalwagens kunnen bouwen. Hoe ziet het eruit normaal gesproken in deze tijd, nu? Nogal wat kratjes bier, veel gaas, staal, onderstellen en bouwers. Dit is de bouwschuur van de jeugdclubs hier in het Moesland. Elk jaar bouwen hier circa 5 clubs in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Vanaf oktober tot aan carnaval zijn er op het erf van de familie Loeven zo'n 30 mensen in weekenden en avonden bezig met het bouwen van praalwagens voor de grote optocht. Carnaval dat begint al een paar maanden van tevoren in een koude bouwschuur met het bouwen van een wagen. En dat is eigenlijk een traject wat maanden duurt richting de carnaval toe. Om 5 dagen met z'n allen een gruwelijk feest kunnen maken. Ooit geboren tijdens de carnaval. Hier de carnavalsbaby van het dorp, de moesbaby noemen wij die. Ja, vanaf jongs af aan meegelopen in de optocht. Eerst met de club van de ouders, daarna zelf gaan bouwen met de club. Later muziek erbij gaan doen. Dus ja, dat is met de paplepel ingegoten, dat kan ik wel zeggen. Nou, dit is een kleine verzameling van het eremetaal dat wij de laatste jaren hebben gescoord. In 2013 ben ik gekozen tot Moeskoningin. Dat is best wel een bijzondere titel. Er wordt een stemming in het dorp losgelaten en iedereen kan erop stemmen wie jij acht dat Moeskoningin mag worden. 2 jaar terug hebben we met de familie, alle 5 samen, het ambassadeurschap gekregen van het Moesland. Ja, dat was een heel mooi iets. Dat wil zeggen dat je jezelf heel erg inzet voor het carnaval, om dat samen tot een mooi geheel te krijgen. Wat maakt het zo mooi? Het samen zijn, het samen vieren, het samen de optocht doen. En de prijzen trekken, gewoon het gehele feest. Ja, we zijn allemaal 5 dagen in het dorp, amper thuis. De washoop stapelt zich op en iedere dag een schoon pak staan en gaan. Omdat de kinderen in de opleiding bij de fanfare ook muziek zijn gaan maken, dacht ik, ach, dat is leuk, dat ga ik zeker proberen. En hoe oud was je toen? 40. Ja, hier staan normaal gesproken de praalwagens. En die mis je.